Hallo en welkom terug. In het eerste filmpje heb je geleerd hoe je Forge kunt installeren voor Minecraft. En dan ga ik je nu leren hoe je dankzij Forge nu ook mods in Minecraft kunt installeren. Kijk maar eventjes met mij mee. Mods begint hier. Je zoekt naar mods. Typ gewoon in je zoekmachine Minecraft mods en je vindt er al heel veel. Voor dit filmpje en vele filmpjes die nog in de toekomst liggen, wil ik je vragen om een specifiek aantal mods op te zoeken. Denk er ook om bij mods dat je ook de juiste versie doet. Als ik er even eentje pak die je sowieso nodig hebt, even als voorbeeld, dan is dat de mod Tinker's Construct. Een hele mooie mod, maar ik leg in later filmpjes wel uit wat je daarmee kan. En dan moet je zoeken, dan zie je ook verschillende versies. Ik heb toevallig deze dan uitgezocht. Want dit is een versie die werkt heel goed bij Minecraft 1.12.2. Dat is dus de versie die ik erop heb staan. Heb jij een andere versie op staan, zoek dan ook een Tinker's Construct die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. En meestal als je dan naar beneden wat scrollt, dan zie je op een gegeven moment wel meerdere downloadversies staan. En eens even kijken. Ja, hier staat het al, voor Minecraft. Nou, daar staat al van alles en nog wat. In dit geval, voor die van mij, 1.12.2, moet ik deze hebben. Ik heb zelfs drie opties met mogelijk ook nog reclame stukjes ertussen, maar dat is dan niet anders. Goed, ik laat je nu zometeen een lijstje zien met een aantal mods. En ik wil je vragen of je die mods wilt opzoeken. En als je dat klaar hebt, dan zie ik je graag weer terug. Goed, ik hoop dat het is gelukt en dat je alle mods hebt gevonden. Ik ben zelf zo vrij geweest om die mods even bij elkaar te zetten in één mapje genaamd Mijn Mods. Wat je hier ziet is een Mac, maar ik heb ook in beeld een Windows, waar ik ook het mapje Mijn Mods heb staan. Waarom heb ik Windows en Mac? Omdat het installeren van die mods niet helemaal hetzelfde is, dus ik wil ze hier beide laten zien. Ik begin met Windows, want daar heb ik nou mooi in beeld staan. Als ik een Windows mod wil installeren, dan moet ik een gewoon map openen. En in die map, in een adresbalk, moet ik wat intypen. En dat is het procentteken, staat bij mij boven het getalletje 5. App, data, en dan nog een keer het procentteken. Als ik dat doe, kom ik hier. Dit is een map waar je moeilijk kunt komen anders. Daar zie je vervolgens ook .minecraft staan. En als je daar bent, zie je hier ook, dankzij Forge, een mapje genaamd Mods. Goed, daar moeten mijn mods in. De mods die ik heb gedownload voor mijn versie 1.12.2, voor zover mogelijk, en sommige van 1.12.1, heb ik hier gevonden. Ik twijfel een beetje aan die Mental Mod, zeg ik er eerlijk bij. Die wordt volgens mij ook geïnstalleerd als je Tinker's Construct mod installeert. Maar ja, heb je hem wel gevonden, prima, zet hem er maar in. Het is gewoon een kwestie van deze 6 kopiëren en daar naartoe plakken. En daarmee is het al klaar. Doe je dat op de Mac, het vergelijkbaar principe. Alleen ga je dan, je opent je Finder zoals ik hier heb gedaan. Dan klik je op ga en dan ga je naar de bibliotheek. Dan moet je zoeken naar de app, application support, daar. Daar moet je weer zoeken naar Minecraft. En daar doe je, net zoals in een ander voorbeeld, weer het mapje mods open. Nou, en je ziet dat ik ze daar al in heb geplakt. Goed, dat is hoe je het doet. En hoe ziet het er dan uit? Nou, als ik het opstart, dan kies ik in de eerste plaats, uiteraard, hier voor het spelen met Forge 1.12.2. Doe ik dat niet, dan krijg ik ook de mods niet. Daar is ook wat over te zeggen, dat doe ik zo meteen. Goed, je ziet dat hij bezig is. Loading, constructing mods. Hij is nu echt bezig om de mods erin te zetten. En dan kun je zo meteen ook controleren of ze goed zijn geïnstalleerd. Want als hij klaar is met het laden, dan zie je hier nu ook het knopje mods staan. Als je daarop klikt, dan kun je simpelweg zien wat voor mods er zijn geïnstalleerd. En daar staan ze allemaal bij, als het goed is tenminste. Dan.
En dan kun je gaan spelen. Singleplayer vooral. En dan kies je de wereld die je wilt gaan doen. Maar nog even dit. Stel dat je ook geregeld op een server zit. En met die server ben je ook aan het spelen. Die server die heeft waarschijnlijk geen mods geïnstalleerd. Anders zou jij er niet zo makkelijk op kunnen spelen. Want je kunt namelijk alleen contact maken met een server als dezelfde mods zijn geïnstalleerd op die server en op jouw computer met Forge. Als die gelijk zijn, dan pas kun je contact hebben en ook samen spelen, als het ware. Dat levert een probleem op. Als jij allemaal mods installeert op jouw systeem, dan kun jij met die mods actief niet meedoen aan een server die geen mods gebruikt. De oplossing is echter heel simpel. Als je dan wilt spelen op de server, dan kies je hier dus gewoon voor nieuwste release, of wat je hier dan ook maar hebt staan. De gewone, in elk geval niet de Forge. Klik ik op de gewone, dan heb ik ook geen mods. Dan is dat helemaal niet een probleem. En kan ik zo in een online spelletje meedoen, in een modloos iets. Je ziet ook dat ik nu ook het knopje mods en zo er helemaal niet bij heb staan. Dus even tot zover dat. Nou kan ik me voorstellen dat je wel even wilt weten wat er nou precies gebeurd is. Wat doen die mods allemaal? In de volgende filmpjes ga ik ze allemaal één voor één bij langs en laat ik je zien wat jij mee kunt